Hoi, vandaag is het Hemelvaartdag. En vandaag, op Hemelvaartdag ga ik altijd tekenen. Karikatuur tekenen namelijk. Ik zit dan heel de dag op de Houtse Jaarmarkt in Den Hout. Dus daar kun je me vandaag vinden. Dus wil je nog een leuke karikatuur? Kom op naar de Houtse Jaarmarkt, want daar zit ik karikatuur te tekenen. En slechts voor 10 euro kan je daar een karikatuur van jezelf laten maken in gemiddeld 7 minuten. Dus Hemelvaartdag. Laten we eens even wat gaan tekenen wat bij Hemelvaartdag past. Voor mij is dat natuurlijk die Houtse Jaarmarkt. Maar wat betekent Hemelvaart nu eigenlijk? Laten we daar een tekening bij maken. Doe je weer mee? En misschien zie ik ze straks nog live op de Houtse Jaarmarkt. Ja, vandaag is het Hemelvaartdag. De dag dat Jezus terugging naar de hemel, naar zijn vader toe. Voor degenen die geloven natuurlijk. Hoe werd dat afgebeeld? Ik weet dat in de kinderbijbel werd dat afgebeeld door Jezus die op een wolk naar de hemel ging, zeg maar. Dus ja, hoe teken je dat, hè? Ik denk dat het dan zoiets moet zijn. Zo. En dan... Jezus die op een wolk naar de hemel gaat. Zoiets. Ik weet eigenlijk niet zoveel verder bij Hemelvaart te verzinnen. Wat voor mij Hemelvaart voor staat, is dat ik elk jaar op de Houtse Jaarmarkt dan zit. In Den Hout. Want die is altijd met Hemelvaart. En daar zit ik te karikatuur tekenen. Dus mocht je me nou vandaag live willen zien tekenen. Of zou je misschien een leuke karikatuur willen. Kom dan naar de Houtse Jaarmarkt. Een van de grootste jaarmarkten hier in de regio. En altijd supergezellig. Misschien zie ik je vandaag daar op de Houtse Jaarmarkt. En anders zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen!